Ja, zoals Martin aangaf, ben ik nu ook begonnen aan de Bijbelschool en is dit eigenlijk de derde dag. Ik ben hier dan sinds zondagavond. Dus ik zal niet mijn getuigenis geven, maar toch zal ik er wel enkele dingen over moeten delen. Want de keuze voor een Bijbelschool neem je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Ik ben eigenlijk best wel met... ik ging eigenlijk vanaf kinds af aan wel naar de kerk en ik geloofde in God. Dat was eigenlijk meer de vanzelfsprekendheid. En eigenlijk toen ik wat ouder werd, op de middelbare school zat... Hield ik me eigenlijk veel meer bezig met voetballen en alles omtrent voetballen en gamen met vrienden. Dat vond ik eigenlijk wel interessanter. En voor mij was het een soort, wat ik aangaf, een soort van zelfsprekendheid. God bestaat, maar eigenlijk in het dagelijks leven deed ik daar niet zoveel mee. Als vrienden op school dan bijvoorbeeld vloekten of iets, dan had ik wel een soort van, dat doe ik niet, dat kan niet. Maar uiteindelijk... Toen ik wat ouder werd, eigenlijk ook een beetje rond mijn studie. Want ik heb nu bedrijfskunde gestudeerd. En ik denk dat aan het begin van mijn studie ongeveer... ik toch wel meer begon te ontdekken. Eigenlijk op vakantie, op camping Het Beloofde Land... waar je heel veel jeugddienst had. Hoe het is om een persoonlijke relatie te hebben met Jezus. En dat het niet ging om... Ik wist natuurlijk dingen van naar de kerk gaan. En ik dacht, leuk dat ik dat allemaal weet, maar... wat doe ik nou eigenlijk mee in het dagelijks leven? En zo is dat eigenlijk toch wel veranderd. En merkte ik ook dat ik wel aan het veranderen was. En mijn studie ging ondertussen verder. En toen dacht ik, wat wil ik nou eigenlijk hierna verder? Ik wil graag een betere relatie met God. Tegelijkertijd komt natuurlijk ook dan een stukje werken eraan. Wil ik gaan werken? Wat wil ik gaan doen? En ik merkte bij de stages en... dat ik dan bleef hangen na een stage en dat ik dan eigenlijk soort van wel werkte. En dat ik dan toch eigenlijk niet echt de voldoening daaruit haalde. Want ik dacht, leuk dat ik dit en dit bedrijf verder kan helpen. Maar ik miste toch eigenlijk het bezig zijn met God en mensen het evangelie verkondigen daarin. Toen kwam er ook nog bij dat ik besloot om in januari van dit jaar te laten dopen. En eigenlijk vlak daarna kwam eigenlijk meer het verlangen voor weer in mijn gedachten van... een Bijbelschool. En ik wist wel dat deze Bijbelschool bestond, maar ik had nooit ernaar gekeken. En toen dacht ik, misschien is het toch wel interessant. Vrienden van mij hebben een Bijbelschool gevolgd. En toen dacht ik altijd van de Bijbel kan je toch ook thuis lezen. En wat moet je dan? Dan moet je van huis weg. Nu kookt mijn moeder nog, doet de was. Dus ik denk dat er ook wel wat meer spanning was. Uiteindelijk werd dat verlangen wel steeds groter en begon ik er ook voor te bidden. En eigenlijk de site langs te gaan en allemaal van dit soort video's op één avond allemaal langs te struinen. En dan kreeg ik toch wel echt het verlangen om de Bijbelschool te volgen. Wat wil ik hiermee bereiken? Wat is mijn doel hiermee? Allereerst natuurlijk om God beter te leren kennen. Of in ieder geval mijn relatie met God te versterken. En ik denk dat dat... tot nu toe de eerste drie dagen en de les die we vanochtend hebben gehad... of meer de getuigenissen van oud-zendelingen. Daaruit is het ook zo mooi, gewoon al leerzaam hoe zij eigenlijk met de Heer wandelen... en ook het samenleven met elkaar. We kennen elkaar natuurlijk nu nog maar drie dagen, maar... je merkt toch al dat je elkaar beter begint te kennen... en ook wel toch af en toe wel goede gesprekken hebt al... tussen de lessen en tafeltennissen door. Dus mijn verlangen is gewoon om God beter te leren kennen. En daarnaast ook toch wel te ontdekken wat ik hierna wil doen. Wat ik aangaf, ik ben ook wel daar nog een beetje zoekende. Hoe kan ik dienstbaar zijn voor God? Ook in mijn werk. In plaats van dat ik hier ga solliciteren bij een bedrijf. En ik eigenlijk het gevoel heb dat ik niet genoeg doe. Genoeg doen is denk ik niet het juiste woord. Maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. En dat is eigenlijk... waarom ik voor deze Bijbelschool heb gekozen.